Hallo kijkers van IT, ik ben Mark en ik ben vandaag weer terug met Game of Thrones. De vorige aflevering heb ik dus niet veel gedaan omdat het winter was. En zoals je kunt zien zit ik nu net aan het einde van de winter. Want ja, gras begint weer te groeien. Dus dat betekent in ieder geval weer dat we van dit seizoen ja, klaar zijn. En ik heb dus eventjes een beetje ja, de tijd afgewacht. Totdat het dus weer eindelijk lente werd. Dus dat betekent dat we nu weer coins kunnen gaan verdienen. Ik moet wel zeggen dat ik deze muur en die andere muur aan de rechterkant wel kwijt ben geraakt in de laatste paar dagen. Maar dat tezijde is eigenlijk alles nog behoorlijk prima. Oké, dan kunnen jullie ook wel weer gas gaan. Nu moeten er ook weer konijnen spannen, dus dat is ook heel prima. Maar dat betekent in ieder geval weer dus dat we verder kunnen gaan met waar we gebleven waren. Tijdens dat ik de opname wel aan had, is er niet veel interessants gebeurd. Dat was mijn verkeerde knop. Dat was in plaats van rechts, 0. Maar in ieder geval, we hebben dus nu weer iets wat we kunnen doen natuurlijk. Omdat we natuurlijk weer konijnen krijgen en zo. Kijk maar, de eerste coin is weer binnen. Na een super lange tijd. Dat heeft me echt te lang geduurd. Ik zit hier echt continu te wachten, joh. Nou, er wordt weer wat bijgebouwd. Dat is wel mooi. Maar het was waarschijnlijk ook wel gewoon een stom idee om gelijk gewoon naar dit eiland toe te gaan tijdens dat het winter werd. Maar ja, dat had ik ook niet echt in de gaten. Dus ik denk dat we deze nacht nog wel eventjes moeten overleven. Ik ga de linkerkant wel weer even verdedigen. Omdat de rechterkant natuurlijk een extra muur heeft. Dus dat is wel verstandig. Ah, nice. Mooi, dan kunnen we nu deze even upgraden. Zodat we in ieder geval nog een sterkere extra muur hebben hier. Maar het geld komt dus in ieder geval weer binnen. Dat is wel positief. En ik heb ook geen hermits verloren. Eigenlijk niks eigenlijk. Ja, misschien een aantal boogjes, maar niet veel. Dus ja, eigenlijk gaat het wel heel prima. Ja, eigenlijk gaat het al, kan het beter. Want ja, als je in de winter niks te doen hebt, dan zit je hier voor 16 dagen lang. Ja, eigenlijk niks te doen. Maar dat tezijde. We hebben het in ieder geval nog wel overleefd, dus dat is wel fijn. Dus ik blijf deze kant weer even verdedigen, omdat aan de rechterkant natuurlijk een muur extra en een toren nog staat. En dit was ik dus ook continu in de winter aan het doen. Gewoon een beetje die aan het wegblazen en zo. Oké, jullie hebben dat wel. Zit aan de andere kant al. Oh, jullie hebben het hier ook gefixt. Nice. Super chill. En dan gaan ze weer lekker weer naar buiten. Ik weet ook niet precies wanneer de bloedmaan komt. Want die heb ik eigenlijk nog niet gehad in de tijd dat ik hier aan het wachten ben. Geweest. Misschien ook wel positief, van ja, dan ook niet zo'n dreiging. Nee, mijn coin. Fuck. Oké, nu gaan we die toren aan de linkerkant, of de muur aan de linkerkant, gaan we even weer laten bouwen. Want ik vind het wel even nodig. Ja, geld. Eindelijk weer wat coins.
Zal ik deze kant even upgraden? Ja, waarom niet? Oh, we kunnen ook nog aan de linkerkant upgraden, dat is mooi. Dan hoef ik in ieder geval niet meer mee te helpen met het wegblazen van die greets. Echt super chill dat we het gewoon hebben kunnen overleven. Wanneer we genoeg coins hebben, ga ik die toren ook weer even upgraden. Omdat we die natuurlijk nog even als bakkerij willen hebben. Zodat we niet continu het bos in en uit hoeven te gaan. En we moeten op een gegeven moment ook natuurlijk een ballista maken. Oeh, net genoeg coins. In ieder geval, deze stedenburen blijven nu wel even staan. Ik moet eigenlijk ook even kijken in welke locatie ik precies een farm kan gaan maken. Want dan weet ik gewoon een beetje tot hoever ik moet gaan uitbreiden. Yes, net genoeg. Kijk, okay, maar dat scheelt toch wel, ja. Kunnen we nu ook ons kasteeltje eindelijk uitbreiden. Dus ga ik weer van de linkerkant kijken, want daar hebben we natuurlijk wel wat meer ruimte. Mocht het zo zijn dat hier ergens een farm zit, dan weet ik gewoon tot hoever. Dat is wel behoorlijk en anders. Oh ja, daar pas. Oh. Dat. Moet ik maar eens even kijken aan de andere kant. Je neemt dit hertje mee. Ah, fuck. Het is de verkeerde kant op. Aan de andere kant. You can always see. Oh ja, nee, dat is al helemaal kloten. Ik kan beter wel zeggen aan de linkerkant. Dan staat er precies zo'n stroompje voor een farm. Staat dan precies op de plaats. Waar het kampje dan ook staat. Dus ja, dan moet ik gewoon een keuze maken. Dan moet ik maar gewoon aan de linkerkant gaan doen. Het is niet anders. Oké, aan de linkerkant moeten ze nog wel wat coins hebben voor kasteel. Nu zal ik wel even genoeg hebben. Weer net genoeg heb.
Ik vind het wel gewoon fijn dat het nu weer lente is. Want ja, het heeft echt gewoon te lang geduurd. Ik heb dus eigenlijk een beetje een half uur zitten wachten hier. Continu. En dan ja, niet zoveel wezen doen. Ja, een beetje op mijn mobiel. Op kijken van ja, wat kan ik doen. Ik vond het toch wel fijn dat ik dan eindelijk hier weer vanaf ben van de winter. Maar ik weet in ieder geval ook tot hoever ik aan de rechterkant de muur moet gaan uitbreiden. En dat is gewoon tot aan de. Tot en met de boot. Dat is in principe prima. Oké. Best wel wat mensen of monstertjes. Wat dit plaatje. Wat hier buiten gewoon even het jaagplaatsje. Ik weet niet of dat toevallig hier nog een ballistenlocatie is. Ja, daarachter pas. Wat dan misschien aan deze kant? Ja, geen ballista dan. Zo, hoppakee. Deze maar ook gelijk even upgraden. En dan wil ik ook even de. Nou, ik denk niet dat ik hier genoeg geld voor heb. Of toch wel? Het voelt zo goed om weer coins te krijgen hier hoor. Denk eerst van nou. Fijn dat de winter weer voorbij is. Eindelijk speren. Hoppakee. Oh, nice. Hier ook katapultlocatie. Zou natuurlijk wel handig om te hebben.
Nou, dat hebben ze wel gefixt. Daar hoef ik niet zoveel zorgen over te maken. Nu niet, maar eerder wel. God, mijn game die lijkt er gewoon even. Alvast een katapult hiervoor regelen. Maar dan ga ik nu in ieder geval deze aflevering afsluiten. Dus de volgende aflevering kunnen we in ieder geval weer heel wat uitbreiden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like en op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.